CC haarprothese is eigenlijk voor iedereen draagbaar. Of je nu een volledig haaruitval hebt of futloos haar hebt, dus wat dunner wordt het haar. Of je wil een wat meer volume op je kruin of je wil een verlenging. Het beschadigt gewoon je eigen haar niet. Dus waar voorheen met een weaving of een extensions je haar zou beschadigen, een CNC-prothese doet dat dus totaal niet. Ik kan ermee zwemmen, ik kan ermee sporten, ik kan ermee fietsen, hardlopen, op mijn kop hangen. Iedereen mag van mij in mijn, aan mijn haar komen, er doorheen wrijven. Vind ik zelfs heerlijk als mensen dat nu doen. Als ik 's avonds naar bed ga, ik lig naast mijn man met het licht aan, want ik ben niet kaal. Ik heb gewoon een prachtige bos met haar. Het is fantastisch. Wanneer de klant bij ons is, bespreken we eerst de wensen van de klant. En het eindresultaat, wat we willen bereiken. Is het voor meer haar of voor meer volume? Of is het voor meer lengte? We bepalen de kleur, de textuur van het eigen haar en de exacte kleur van de hoofdhuid. Dan gaan we eerst de bijkast maken. Een bijkast is bepalend waar precies de prothese geplaatst wordt. Daarna maken we een gipsmal waar de maten van de bijkast ingestanst worden. Van de gipsmal wordt door middel van een 3D-printer in een laboratorium in Italië een kopie gemaakt van de hoofdhuid. Dit wordt de prothese. In de prothese worden de haren één voor één geïnjecteerd vanaf de wortel op de basis, waarbij de dichtheid, verdeling, richting van de natuurlijke haargroei van de klant wordt gekopieerd. Het CNC-systeem ziet eruit als de eigen hoofdhuid met een perfect draagcomfort en een ongelofelijke natuurlijke look en een natuurlijk gevoel. Als de haarprothese klaar is, komt deze bij ons terug en kunnen we hem gaan plaatsen. We kunnen de haarprothese kleuren, feunen, stijlen naar de wens van de klant. En het inknippen gebeurt wanneer de prothese is bevestigd. Met een haarprothese merk je niet dat je hem draagt. Hij neemt ook de warmte op van onze eigen lichaamstemperatuur. Ik heb echt nu het volume op de plek achterop waar ik het wilde hebben. Als ik 's morgens wakker word, ja, ik sta gewoon zo op. Ik hoef er bijna niks aan te doen. Kam erdoor, kamt ook heel makkelijk. Ik hoop dat alle mensen die dit probleem hebben, de moed hebben om deze stap te zetten. En net zo gelukkig worden als ik. Want het scheelt me zoveel huilen en zoveel verdriet.